hoe dom het is hoe wij met ons afval omgaan. Toen zijn we gaan zoeken van, nou, hoe ga je dat oplossen? Dit gesprek met CVD-TV wordt gemaakt in samenwerking met Ecotechnovation. En dat is de vakbeurs voor duurzame technologie en innovatie. Van harte welkom in dit gesprek te gast Joost Kamermans van Zinons. Joost, van harte welkom. Ja, we hadden het net in het voorgesprek en ik vind het wel een leuk begin. Want naam is altijd een ding bij start-up. Zijn jullie start-up of scale-up? Ja, ik vind dat we inmiddels wel een scale-up zijn. Ja, je bent langzamerhand aan een scale-up. Ja. En dan is een naam is altijd een ding. Waar komt Zinons vandaan? Ja, goede vraag. Hè? Want het is natuurlijk een woord dat je denk ik niet elke dag hoort. Nee. Maar wat ik al aangaf, het is eigenlijk een verbastering van het Limburgs, waarin ze zeggen, we zien ons. In plaats van doei. In plaats van doei, in plaats van tot ziens. Ja. En eigenlijk betekent het dat je elkaar weer gaat zien. Ja. En dat was eigenlijk de woordspeling die wij ook met materialen maakten. En vroeger gooide je iets weg en het was weg. Zag je nooit meer terug. En nu is de bedoeling dat het op een gegeven moment weer terugkomt in de vorm van een product. Dus eigenlijk is het het afval dat tegen ons zegt, we zien ons. Want ja, precies. Je gaat het als het goed is. Je gooit die sinaasappelschil weg. Ja. En op een gegeven moment wordt daar een likeurtje van gemaakt, waar de olie uitgehaald wordt. Ja. En dan zit je in de bar s'avonds in hetzelfde restaurant. In spreekwoordelijk natuurlijk. Ja. En dan neem je daar een slokje van. En dan heb je dus op die manier je materiaal weer terug. Zeg dan meteen een klein beetje over het bedrijf wat jullie hebben, Zinons. Nogmaals, want we maken een hele serie van dit soort gesprekken waarbij we eindelijk gaan kijken naar bedrijven die met duurzaamheid, tech, innovatie in die hoek zitten. Nou, daar zitten jullie volgens mij vol in. Ja, zeker. Leg eens uit, wat doen jullie? Ja, wij zijn een platform voor duurzaam afvalmanagement. Ja. Dat betekent dus dat we eigenlijk bedrijven helpen die afval hebben. Die zien dat als troep, daar moeten ze vanaf. Ja. En we helpen hen om die materialen dus niet weg te gooien, maar om ergens te krijgen bij een partij die daarop zit te wachten. Ja. Je hebt namelijk verwerkers die zeggen, ja, jij vindt dat misschien afval, maar ik zie daar wel waarde in. Ik zie dat als een grondstof. Als jij dat voor mij op de juiste manier aanlevert, dan kan ik daar nog wel wat mee. Zonder hessel. Om dat zo makkelijk mogelijk precies te doen, precies dat, de logistiek te faciliteren, nou, de bijbehorende wetgeving waar je dan aan moet voldoen, dat soort dingen. Ja. Ja, dat netwerk eigenlijk aanleggen, dat je dus makkelijk in contact komt met die verschillende partijen. Die hessel, die lossen we eigenlijk voor je op. Maar zijn jullie in de kern een techbedrijf? Ja. Eigenlijk? Ja, absoluut. Ja. Oké, want hoe is het ontstaan? Hoe is het ontstaan is, Jorn en ik zijn iets langer dan 3 jaar geleden zijn we begonnen met dit toch wel avontuur, kan je het wel noemen. Yeah. Waarbij we eigenlijk ons fascineerden over hoe dom het is hoe wij met ons afval omgaan. Yeah. Het idee dat je dus, zeker als Europeaan, een continent waarin eigenlijk alle grondstoffen opraken, dat we dat op grote schaal blijven verbranden, nou, dat is natuurlijk iets wat ecologisch niet uitleg is. Maar economisch is het eigenlijk ook heel erg raar. Dat we dat blijven, het is gewoon dom. Ja. Ja. En dus zijn we gaan zoeken van, nou, hoe ga je dat oplossen? En dan kom je er ook achter van, ja, kunnen wij nou zelf als twee gasten met een idee zo'n groot probleem oplossen? Nou, mm-hmm. Wij zelf kunnen dat wel faciliteren. Ja, en daarom zijn we een stukje technologie gaan bouwen om al die partijen bij elkaar te brengen, om hen in staat te stellen om dat te doen. Dus dat jij als ondoener, zoals wij dat noemen, een partij die iets weggooit, in contact kunt zijn met al die verschillende verwerkers via één platform. Dat je met jouw verschillende stromen afval, dan moet je wel denken aan bedrijfsafval. Hè? Dat gaat om het afval wat jij er in de keuken hebt. Ja. Om grote volumes. Ja. Dan eigenlijk kunt verbinden met de juiste partij. Want even, ik ben altijd practicus. Dus ik zit altijd. Ja. Ik, als ik dan zo'n idee zou hebben, zou ik meteen denken, oh ja, hoe werkt dat dan? Ja. Nou, al die gedachten hebben jullie ook duizenden keren gehad waarschijnlijk. Ja. Als ik dan naar een thuissituatie kijk, we hebben, als het een beetje mee zit, heb je een grijze en een groene en een blauwe bak. Ja. En je hebt een paar bakken, daar flik je het in en iemand komt het ophalen. De gemeente volgens mij. Ja. Hoe werkt dat normaal bij stel, ik heb een ziekenhuis of zo. Ja. En ik heb stik veel afval. Hoe is dat nu normaal geregeld dan? Ja, nou, als je dus een bedrijf bent, wat werkt anders dan een huishouden, dan moet je dus zelf een afvaldienstverlener kiezen. Ah. Dus wie komt mijn afval ophalen? Dat is niet de gemeente die elke week langs. Niet de gemeente. Aha. Nee. En als jij een burger bent, dan betaal jij belasting. Nou, je bent hier inwoner van Bussum, dus betaal je waarschijnlijk, dat is denk ik de gemeente Bussum. Gooise Meren heet dat. Gooise Meren, die betaal jij netjes belasting. Ja. En die Gooise Meren kiest dan hoe dat opgehaald wordt en in welke vorm en hoe dat gebeurt. Jij denkt, dat is gratis. Maar dat is niet gratis, daar betaal je flink voor. Ja, de grote steden, ik woon zelf in Amsterdam. Dat is die afvalheffing of zoiets, of een soort belasting die ervoor betaalt. Ja, die afvalstoffenheffing die daarvoor voor betaalt, inderdaad. En dan moeten zij dat op de beste manier inrichten voor de inwoners. Ja. Maar
dat gaat heel erg, de aanname zit daarin dat het allemaal waardeloos is. Ja. Nou, met name dus in de grote stad, in Amsterdam is dat ook zo, want die vervuiling van die materialen, die is best wel groot. Hè? Dus dat je als bewoner gooi je dat in een bak. Ja, als jij een papier, karton, zuivere grote hoeveelheid hebt, dan is dat best wel wat waard. Maar ja, wat we allemaal bij elkaar gooien in zo'n grote stad, is dat is vaak niet zoveel waard. Dus de scheiding vindt niet goed. Die scheiding is niet zo goed. Ja. Dat is vaak bij kleinere gemeentes dat wat beter. Mm-hmm. Maar waar het bij ons dus vooral in zit, is dat je dus dat er wel degelijk materialen zijn die waarde hebben en dat je dat eruit wil halen. Dus ja. Als jij een je hebt een ik denk dat dit altijd het makkelijkste te begrijpen is. Ja. Dus je hebt een grote loods en je bent een logistiek bedrijf, zoals een PostNL, ja. Dan heb je ongelooflijk veel karton. Maar ook wel van hetzelfde soort karton. Ja, ja. Het kan ook heel schoon zijn, heel zuiver zijn. Dat karton in een grote perscontainer, dat is gewoon geld waard. Je moet wel de logistiek ervan aftrekken, want dat kost wel geld. Mm-hmm. Maar per saldo levert dat op als je zulke volumes hebt. Mm. Nou, dan is het heel erg zonde om dat niet te gaan verwaarden en om dat te verbranden. Mm. Zowel ecologisch is het natuurlijk zonde. Nou, karton is iets, dat doen we vaak wel. Dat snappen we, dat je dat goed kunt recyclen. Maar ook bepaalde hele zuivere stromen plastic zijn ook geld waard. Maar die bak plastic die jij hebt, en mocht je je plastic hier scheiden, je PMD. Ja, ja, doen we. Dat is niet, omdat het dus zo'n klein volume is en omdat het wel verschillende soorten plastic door elkaar heen is. Ja, de kosten die je moet maken om dat uit elkaar te halen met nascheiding, de kwaliteit die je daarvan krijgt en de logistieke moeite die je moet doen om dat kleine beetje van die op te halen. Ja, dat kost nog steeds geld. En dat is niet interessant in jullie model. Dus jullie zoeken echt naar bedrijven die bij wijze van spreken tig kilo aan hetzelfde soort plastic. Zelfs in ons model zou zelfs dat interessant kunnen zijn, wat jij noemt. Maar dan moet je dus concurreren tegen de belasting. Dat kan niet, want dus de gemeente die ontvangt jouw belastinggeld. Maar als ik dat als bedrijf ga zitten doen, dan moet ik het dus ook gratis gaan doen bij jou. Dus dan moet je dat hele model gaan misschien kan ik het wel goedkoper dan de gemeente. Maar ja, dat is niet zo interessant. Nee. Dus jullie richten je eerst op bedrijven, grote organisaties. Ja. Want even laten we het concreet maken. Want de klas, jullie hebben een paar grote, jullie hebben hele grote overheidsopdrachten ook. Toch? Ja, dat klopt. Ja, de Rijksoverheid. Ja. Dat bedoel ik. Ja. En wat haal je dan, waar haal je dan allemaal hun afval op? Zeg maar? Dan moet ik even nadenken, want er zijn ook locaties waarvan waar we dus niet over praten. Oh ja, natuurlijk. Maar het was ministerie van Economische Zaken, toch? Las ik, of niet? Onder andere. Tweede Kamer, dat soort parlement. Dat soort plekken. Oké. Okay. Rijksoverheidsgebouwen. Waarom doen zij mee? Waarom? Ja. Dus, nou, dat is wel interessant. Het is eigenlijk de Rijksoverheid, die was verder dan dat wij waren. Toen zij hadden al dit idee, ergens in 2019, voordat wij überhaupt bestonden, hadden zij opgemerkt, hey, wacht eens even. Wij hebben afval. Wij contracteren dan een afvaldienstverlener om ons afval op te halen en dat te verwerken. En we betalen daar een bepaald bedrag voor. En dat is het. Dat leggen we 10 jaar vast. Maar wij betalen dus meer voor duurzaamheid. Maar ondertussen weten we eigenlijk helemaal niet of dat ook echt gebeurt. Hm. Sterker nog, we zien ook wel eens dat ons afval heel ergens anders aan de andere kant van de wereld eindigt, terwijl dat niet de bedoeling was. Of we zien dat we zeiden dat onze kartonnen bekertjes op een bepaalde manier verwerkt moesten worden. Blijkt dat ze gewoon verbrand worden. Nou, dat soort dingen, dat gebeurde steeds. Dus wat had de overheid bedacht, de Rijksoverheid, die zei het, in plaats van dat we dus het geheel aanbesteden, gaan we het in stukjes knippen. Dus we gaan ons hout, al het hout van de Rijksoverheid, nou, ze hebben ook wat bouwplaatsen, dat soort dingen, dat gaan we los aanbesteden. En dan zeggen we tegen een verwerker, wat kun jij met dit hout? Kun je er iets duurzaams mee? En kun je mij een goede prijs geven? Dan krijg jij al het hout van de Rijksoverheid. Nou, dat hebben ze dus uitgezet. Dat hebben ze met 20 verschillende stromen gedaan. En toen 20? Zijn ze 20 verschillende. En dus dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld glasplaten. Ja, en allemaal. Maar ook voeding. Ook etensresten. Ja, dat soort dingen. Daar hebben ze dus 20 verschillende partijen voor uitgekozen. En toen moesten ze die logistiek gaan organiseren. Aha. En dat was iets waarvan wat best wel moeilijk is om dat te coördineren en dus die koppelingen te maken en dat soort dingen. En daar hebben wij toen eigenlijk van gezegd, dat willen wij wel doen. Want even voor duidelijk, we hebben dus een aantal, je hebt de, hoe noem je dat, ondoeners? Of hoe noem je de ondoener is dat eigenlijk zijn de partij die of de weggooier. Whatever. Ja. Dan heb je de logistieke partijen, dus degene die het komen ophalen. Ja. Hoeveel zijn er dat in Nederland? Dus je hebt 250 afvaldienstverleners. Hey.
Maar je hebt natuurlijk ook een PostNL, die rijdt ook. Die kan ook in zijn retour kan die iets meenemen. Een picknick, bij wijze van spreken. Picknick is eigenlijk ook een geen afvaldienstverlener, maar die neemt wel je zakjes mee terug. Precies. Ja. Dus dat is de tweede partij. Ja. En dan heb je, neem ik aan, de partij die loopt te schreeuwen van... kom maar op met de hout of met de plastic. Ja. Of met en wij noemen dat de verwerker. Dat zijn de verwerkers. De afvalverwerker. Dus dat is het triootje wat, zeg maar, en werken zij dan alle drie? Want leg even het bedrijfsmodel uit. Jullie hebben in de kern zit een leg het uit. Er is een datamodel in. Mm-hmm. En hoe maken die partijen daar gebruik van? Ja, dus als ontdoener meld je eigenlijk je stroom aan. Dus je geeft bij ons aan, ik heb dit afval. Ja. Als logistieke partij geef je eigenlijk aan, ik rijd deze routes. En ik kan dit soort volumes rijden. En als verwerker zeg je, ik wil graag deze stromen hebben van deze kwaliteit. En dan gaan wij met ons algoritme gaan we die koppelingen zitten maken. Dus dat gaat echt zo ver dat ik aan de ene kant zeg ik heb 80 kilo aan sinaasappel geperst per dag. Supermarktfilialen, ik verzin maar wat. Ja. En aan de andere kant zit daar, want dat vond ik een mooi voorbeeld van een van de likeurmaker of zo volgens mij. Die zegt dan, ik produceer zoveel likeur en ik heb zoveel kilo aan sinaasappelafval nodig. Ja. En dan zeggen jullie, dan zit daar een match. Ja, ja, nou dat is dan, daar zit uiteindelijk wel wat vraagtekens aan, want dat is die match willen wij dus maken. Ja. Dus als er zowel een partij is die er vanaf wil, en er is iemand die het wil hebben, en we kunnen het vervoeren, dan maak je die match. Tegenwoordig, zeker dit jaar, we spreken 2023 dat we elkaar spreken, is AI zo'n beetje de buzzword op dit moment. Hè? En zelflerende systemen. En in hoeverre passen jullie dat toe in jullie technologie? Die vind ik moeilijk om te beantwoorden. Want ik denk dat sommige mensen rekken dat begrip heel erg op. Ja, ja, ja. He, dus je zou kunnen stellen dat elk bedrijf tegenwoordig AI toepast. Want iedereen heeft ongetwijfeld voor marketing wel een keertje ChatGPT ingevuld. En daar een blog door laten schrijven. En dan, dan pas je dus toe. AI toe. Ja. En ik denk dat wij doen wel experimenten. En met name op dus dit matchen en dat soort dingen, dat automatiseren. Maar voor je het weet, als ik daar te veel dan over zeg, dan zegt mijn CTO, dat telt niet. Nou, dan dus hou ik me dan even op de vlakte. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk, wat is jullie verdienmodel? Wij zijn een softwarebedrijf. Dus wij zijn eigenlijk een software licensing fee. Dus je betaalt eigenlijk ons een fee om die software te gebruiken en toegang te hebben tot dat netwerk. Oké, okay, dat zijn dus jouw klanten zijn degene die van het afval af willen. Ook, maar je kan ook als verwerker kan je ook een abonnement nemen om toegang te krijgen. Want anders kun je ook geen gebruik maken van het afval dat jullie binnenhalen. Dat kan wel, alleen als je meer toepassing wil. Dus wat wij willen doen is een circulaire economie mogelijk maken. Ja. En om dat te doen. Moet je zorgen dat je dat ook faciliteert. Ja. En daar is software voor nodig. En als je dus meer features wil, meer dingen kunnen doen, ja, dan kost dat geld. Ja. Die moeten wij ontwikkelen en in de lucht houden. Wat is de impact die jullie maken? Bereken je dat? Ja, ja, zeker. Dus wij meten eigenlijk het afval, eigenlijk wat we uit verbrandingsoven redden. Of nog erger, onder de grond of in de zee. Ja. En onze Big Hairy Audacious Goal is een halve megaton afval eigenlijk te redden van de verbrandingsoven in 2026. En kun je dat cijfer relativeren in die zin van zeg mij namelijk helemaal niks. Nee, maar als je het vergelijkt met of zo, of wat doen wij per land in een land aan afval? Of? Ja, dus 500 miljoen kilo afval gaat het dan om in 2026. Per inwoner in Nederland gooien we per jaar ongeveer 470 kilo aan afval weg. Ja. Ja, Jezus. Ja. Hoe kwamen jullie op dit idee? Want wat is jullie achtergrond? Ik heb hiervoor bij de Boston Consulting Groep gewerkt. Een strategie consultant. En daarvoor verschillende startups gehad. Hm. En Jorn had al heel veel startups gehad. Dus die weet best wel hoe dat werkt. Ook voor verschillende platforms gehad. En ik zelf heb dus projecten gedaan voor grote bedrijven. Om eigenlijk te zien van hoe breng je nou verandering teweeg in een bestaande industrie. Ja. En daar eigenlijk gezien hoe dat in dit soort markten best wel moeilijk is om dat, dat van binnenuit te veranderen. Dat heeft met name te maken met stranded assets. Dus als jij hebt geïnvesteerd in een verbrandingsoven of je hebt geïnvesteerd in een bepaalde manier van verwerking, dan is het niet zo interessant als er ineens een betere oplossing langskomt. Jij noemt dat stranded assets? Ja. Ja, maar dat is denk ik een van de belangrijkste taboes als het gaat om de remmen die er op innovatie zitten, denk ik, hè? Het is hetzelfde wat er gebeurt natuurlijk met de olieindustrie. Stel je bent nu de baas van Shell of BP.
Je weet dat als we allemaal zonnepanelen op ons dak hebben en een accu in de kelder, waardoor we dus eigenlijk van de grid af zijn. En daar kan je ook nog je auto aan opladen. Hoe ga je dan nog geld verdienen? Ja. Dus je kan dat wel gaan zitten financieren, die transitie. Je gaat nooit meer deze marges maken, dat weet je. Dus wat ga je doen? Je gaat heel veel lawaai maken over duurzaamheid. Huh. Maar als het echt lukt, ja, dan moet wat jij je bedrijf opdoeken. Ja, dus dat ga je niet doen. Nee. Stel jij de baas van Shell zou zijn? Laten we maar eens koele woord spreken. En je draait, 20 miljard winst of zo, geloof ik, hè? Ja. Whatever. Ja. Wat zou jij doen als je Shell was? Dus ik kan het idealistische antwoord geven en zeggen, dan zou ik al dat geld gelijk stoppen in duurzaamheid. Maar het realistische antwoord is, stel ik zou dat doen als baas van Shell, dan was ik de baas niet meer. Ja. Want dan wel mijn raad van bestuur zegt dan, waar is mijn geld dan? Of de anderen zeggen, waar is mijn baan dan? Dus ik denk dat dat een hele moeilijke is. En ik denk, het is natuurlijk wat genuanceerder. In de praktijk is het natuurlijk wel zo dat die transitie financieren, daar kan een bedrijf als Shell ook geld aan verdienen. Alleen heb je dan nog steeds zo'n grote organisatie nodig en kan je dan deze marges maken? Ja, dat niet. Dus ik denk dat de manier hoe je zoiets oplost is eigenlijk het voorbeeld van Tesla in de auto-industrie. Als Volkswagen zeg je, nee, die dieseltechnologie, dat is echt top, state of the art, gaan we lekker mee door. Dan ineens komt er een partij die doet het met een elektrische auto. En dan moet je als Volkswagen dat afschrijven. En dan ineens is het niks meer waard. Ja. En dan is het, dan gaan we ook maar hele goede elektrische auto's bouwen. Ja. En ik denk dat het in de olieindustrie niet anders is. Totdat wij eigenlijk zeggen, er zit zoveel belasting op benzine dat het gewoon niet interessant is. Dat geen enkele consument het meer wil hebben. Ja. En we brengen zoveel aanbod op de markt van het andere. Hè, van zonnepanelen, windmolens, ga ze maar door. Ja. En dat is pas het moment dat je als oliemaatschappij zegt, dat oliemodel, dat is dood. Dus nu kunnen we kiezen of stoppen of mee in de alternatieven. En ons opnieuw uitvinden. Ja, maar zolang dat er niet is. En dan klopt hun argument ook wel. Want als zij per morgen stoppen met olie oppompen, dan komt ons land tot stilstand. Ja, klopt. Maar dat komt omdat wij geen alternatief hebben gecreëerd. Ja. En dat moeten we denk ik als land gaan doen. Hoe ziet de afvalindustrie er over een jaar of 10 uit? Ik denk dat de afvalindustrie dan echt heel anders werkt. Dus op dit moment heb je heel erg partijen die zowel de logistiek doen als de verwerking, als eigenlijk alles doen. En die zeggen, geef mij al je afval en ik ben overal goed in. En ik denk dat je in de toekomst dat je gaat specialiseren. Dus dat er een partij is die zegt, ik word heel goed in het verwerken van glas en ik ga dat in heel Europa supergoed doen. Ja. En een andere partij die zegt, ik ga heel goed dat doen met karton. Mm. En andere partijen, die zijn gewoon logistieke partijen, die zeggen, als ik iets breng, dan neem ik ook altijd iets mee terug. En op die manier kan je zowel de logistiek, denk ik, veel efficiënter inrichten als de verwerking. En er ontstaat, denk ik, een wedstrijd om straks zo duurzaam mogelijk voor de beste prijs iets goed te kunnen verwerken. En hetzelfde op de logistiek. Mm. En dat gaat, denk ik, gewoon afgedwongen worden met wetgeving. Ja, ja. Laatste onderwerp wat ik nog met je wil behandelen, het stukje ondernemerschap. Ja. Want jullie zijn waanzinnig aan het groeien. Dus dat financier je niet alleen maar zelf. Dat kan niet, denk ik. Nee. Was het maar zo'n feest. Ja. Voor alle jonge ondernemende gasten die hierdoor enthousiast worden en denken, ik ben ook bezig. Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Ja. Ja, goede vraag. Ik denk dat dat ook een van de mythes was waar ik zelf ooit voor ben gevallen. Ja. Dus toen ik voor het eerst ging ondernemen, toen dacht ik hoe dat werkt. Is op een gegeven moment, dan sta je onder de douche en dan denk je, eureka. En dan heb je een supergoed idee. En dan ga je de volgende dag ga je dat bouwen. En dan dat doe je dan in je garage. En dan zo doe je dat. En dan gaat dat gewoon heel hard en dan wordt het één groot succesverhaal. Nou, dat is de eerste keer dat ik ben gaan ondernemen. Is het ook echt zo gegaan? Maar dat is niet gelukt. Maar ik ben wel zo gestart. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? En toen kwam ik erachter, wacht eens even, er is gewoon een manier hoe je moet ondernemen. Dus volgens de Lean Startup, dat je dus eerst een markt gaat scannen. Dus dat je echt heel goed gaat begrijpen wat de problematiek is. Dat je dan een test uitzet in de markt. Dat wil zeggen dat je eigenlijk tegen iemand zegt, deze oplossing, als ik die bouw, betaal je me dan voor die oplossing? En niet vraagt, vind je het een goed idee? Want dan zeg jij waarschijnlijk, goed idee, omdat je gewoon aardig wil zijn. Nee. Mm-hmm. Ik wil dat je ervoor betaalt. Ja, en ik ken jou niet. Je zit niet in een cirkel. Je gunt mij niks. Nee. Precies. Nee. En dan pas ga ik het bouwen. Ja. Maar de eerste keer, dan vroeg ik aan mijn tante en mijn moeder en nog een paar mensen, vind je het een goed idee? Ja, goed zo jongen, ga zo door. Fantastisch. Ja. Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Ja, ik denk dat dus enerzijds de manier hoe je moet ondernemen, dat je dat dat je dat echt moet, dat daar gewoon een truc voor is en dat je dat moet leren. Een methodiek bijna. Ja, een methodiek. Ik denk dat dat heel erg helpt. En het andere, denk ik, wat heel erg
schadelijk is dat we mensen leren op school. Zo heb ik het tenminste, dat dacht ik. Ik had ooit gezien hoe Jeff Bezos in zijn garage startte in de jaren 90 voor Amazon. Ja. Pas veel later las ik ergens. Hij was al miljonair. Hij was gestart bij, volgens mij werkte hij bij Goldman Sachs. Ja. Hij heeft toen op een gegeven moment een garage, daar heeft hij wat foto's gemaakt. Maar hij had ook een penthouse kunnen huren, want hij had geld zat. Dat heeft hij gewoon voor de fotoshoot gedaan. Ja. Het is niet zo dat hij toen ineens een idee had van, ik probeer gewoon een boekje. Nee, dat had hij jaren op zitten marktanalyse zitten doen. Dus ik denk dat dat hetgene is wat je als ondernemer wel moet begrijpen. Is dat er ook gewoon een hele harde... Het is gewoon hard werken. Het is heel veel testen en het is heel veel dingen proberen. En je neemt het op tegen professionals. Dus die mensen zijn heel goed om het te laten lijken alsof het ze allemaal kwam aanwaaien. Ja. Maar dat is niet zo. Die hebben er keihard voor gewerkt. En vaak hadden ze ook goede middelen. Een goed netwerk om hen heen om dat voor elkaar te krijgen. En heel veel marktonderzoek. Ja. Hey, en financieren daarvan, heb je dat moeten leren? Of heb je vanuit je Boston tijd daar al aan andere kanten van tafels gezeten? Of hoe werkt dat? Ja, ik denk dat we daar wel goed in waren. Ik heb zelf aan Wharton in de Verenigde Staten Venture Capital en Entrepreneurship gestudeerd. Aha. Dus dit snapte ik, dit spel. En wat ik met name daar heel interessant vond, is dat ik veel klasgenoten had die dat ook echt heel succesvol deden. Die dus in staat waren om met een pitch deck een heel goed, groot bedrag voor Nederlandse begrippen op te halen tegen hele goede terms. En ik weet nog dat ze de eerste keer tegen mij vertelde van, ik ga dit jaar waarschijnlijk stoppen met school, want ik ben van plan om dit te gaan bouwen en daarvoor wil ik 20 miljoen ophalen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat ik dacht, je bent gek, dat wordt hem nooit. Mm-hmm. En vervolgens deed de ene na de andere dat. En toen dacht ik, dat kan dus wel. Mm-hmm. En ik denk dat dat iets is wat in Nederland niet kan. Dat is echt een andere cultuur die we hebben. Yeah. De investeerders hebben hier veel meer macht in opzicht van de ondernemers. Yeah. De markt is ook wat kleiner, dus dat speelt misschien ook mee. Maar ik denk wel dat dat besef, van als je het gewoon probeert, als je gewoon ervoor blijft gaan, en als je weet hoeveel je eigenlijk waard bent. Want ook als ondernemer, als investeerder, je hebt een zak geld en je wilt toch goede ondernemers vinden. En uiteindelijk gaat het om de beste ondernemers vinden met het beste idee. En als ze dan meer geld vragen of slechtere terms aan jou als investeerder geven, ga je het toch doen. Dus je kan beter een beetje te veel investeren in een goed idee wat wel lukt, dan weinig investeren met een hele goede terms voor jou als investeerder. In een idee wat toch niks wordt. Ja, maar dat, om dat te toetsen, dat is toch ook een vak. Ja. Dat is het vak van de investeerder. Ja. Dat is niet de stoel waar ik op zit. Nee. Lekker dan. Ja. Wat een verhaal, man. Super. Ik wens je heel veel succes de komende jaren met prachtig werk wat je doet. Dankjewel. Dank dat jij mijn gast was. Ja, vond het leuk. Dank je. En dank voor het kijken of luisteren namens Ecotechnovation natuurlijk. Want die vakbeurs die is ergens eind 2023. Maar het is super tof dat zij de partner zijn van deze programmaserie. Want dan kan ik dit soort prachtige ondernemers interviewen. Dus dankjewel voor het kijken. Heb je geluisterd? Dankjewel voor het luisteren. Zit je nou op CVD te kijken op YouTube en je denkt, dit zijn echt toffe gesprekken. We hebben er veel meer. Dus hieronder kun je abonneren en dan mis je helemaal niks meer. En zit je op een podcastkanaal, ook daar kun je uiteraard abonneren op CVD TV. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.